Ik ben Bram van Groessen. Ik ga vandaag voor jullie roerbak ei met zalm maken. Niet een heel moeilijk gerecht, veel simpele ingrediënten. We hebben eieren, gerookte zalm, amandelmelk om de eieren op te kloppen. Natuurlijk wat peper en zout. En uiteindelijk eten we het op toast. Ja, als eerste gaan we beginnen met de eieren. Ik zelf eet het vaak na een training. De eiwitten uit de zalm en uit de eieren zijn natuurlijk goed om je bouwstenen na een training weer aan te vullen. Nou, dan zetten we de eieren even aan de kant en dan gaan we naar de zalm toe. Door het vele sporten ben ik natuurlijk zelf ook wat netter en wat beter op mijn voeding gaan letten. Het is wel mooi dat je directe omgeving daardoor ook wat meer betrokken raakt. Mijn moeder heeft daardoor zelfs een boek geschreven over voeding. En een mooi voorbeeld daarvan is dat dit recept daar bijvoorbeeld ook uitkomt. Nou, we zijn klaar. In ieder geval bedankt allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. En zo zie je maar dat gezond eten dus ook heel erg makkelijk kan zijn. Zeker na je training, als je misschien niet zo heel veel zin hebt om te koken, is dit een hele makkelijke manier om even snel een maaltijd klaar te maken.